We want to go home to the United States. We never asked to be here in the first place. We have our home. We are not homeless people wandering around the world. It's already 4 years out of United States, but we still have our home, our own bed, our toothbrush, our kitchen, our car, everything. It's still there. Who has rights to take it from me? Dit zijn Igor en Galina. Ze zijn geboren in de Sovjet-Unie. En ze woonden 16 jaar in Amerika toen zij ten onrechte werden uitgezet naar de Oekraïne met een tussenstop in Amsterdam. Maar de Oekraïne wilden ze niet hebben. En dus zijn ze nu al 3 jaar hier gestrand. Als stateloze burgers kunnen ze geen kant op. En daarom ga ik ze terugbezorgen. Aan Amerika. Return to sender. Gaan jullie mee? Let's go. In 1991 vluchten Igor en Galina uit de Sovjet-Unie. Igor is in de problemen geraakt omdat hij weigert als informant voor de KGB te werken. Hij wordt zwaar mishandeld en ligt enige weken in coma. Eenmaal hersteld besluit hij met zijn vrouw naar de Verenigde Staten te vluchten. And the United States said to us, basically, stay in the United States, live in the United States until we decide your asylum case. They gave us, issued us, social security numbers. This is most important document in the United States. They issue us permission to work and you on your own. In de Verenigde Staten bouwen ze een mooi leven op. 16 jaar lang. Ze hebben werk, een eigen huis in New York en 2 vakantiewoningen. Kortom, ze leven de Amerikaanse droom. Maar dat was toen. En dit is waar Igor en Galina nu leven. Een piepklein kamertje in een Apeldoorns asielzoekerscentrum. Daar ontmoet ik ze voor het eerst. En ze vertellen me hoe de aanslagen van 11 september hun asielprocedure verstoorden. September 11, we were in New York at that time. We saw it with our own eyes. It was a horrible attack on the United States. And policy changed. Drastically changed. Everybody is enemy of the United States at that moment. After September 11 of 2001, unfortunately. De Verenigde Staten zien het echtpaar nu als burgers van de Oekraïne. Het land dat zich van de Sovjet-Unie afscheidde en onafhankelijk werd nadat Igor en Galina naar de Verenigde Staten waren uitgeweken. Igor en Galina horen in de Verenigde Staten en niet in Nederland en ook niet in de Oekraïne. Dat land bestond niet eens toen zij in 1991 de Sovjet-Unie ontvluchtten. In de VS maken Igor en Galina aanspraak op een regeling die een verblijfsvergunning geeft aan mensen die vanuit de Sovjet-Unie naar de VS zijn gevlucht. Maar dat mislukt. De autoriteiten oordelen ten onrechte dat ze Oekraïners zijn en weg moeten. Op advies van hun advocaat wachten ze af. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. We were locked up from outside world. They put us for the night in jail. And from jail directly to the airport, JFK Airport in New York. They took all our seasonal clothes, no luggage, no personal possession. They took all our money to the last penny, watch, prescription, glasses, everything. We are naked and they force us on KLM plane. Een Amerikaanse droom ruw verstoord. Onder begeleiding en met tijdelijke paspoorten worden Igor en Galina via Amsterdam naar de Oekraïne gedeporteerd. Maar hoe kunnen ze een tijdelijk paspoort krijgen van een land waarvan ze de nationaliteit niet bezitten? Amerika heeft deze mensen uitgezet met valse papieren. En dat die papieren vals zijn, wordt bevestigd door de Nederlandse marechaussee. Dit is dat tijdelijke paspoort. Het is duidelijk. Handtekening en persoonsnummer ontbreken. Ik bel met de marechaussee om te horen wat de status is van dit document. U had een concrete vraag. Even een nooddocument zonder handtekening en geen persoonsnummer. Is dat geldig? Dat is erg kort. Dat is nee. Die is niet geldig. Er moet namelijk een handtekening sowieso opstaan. We went to police immediately. Police look at these documents. It's immigration service, police, they all together. They look at these documents and say, these documents are forged. It's a fake documents. We don't know how you get these documents. You are not Ukrainian citizen. You are not in Ukrainian database.
We don't know who you are. Ze voeren een rechtszaak en krijgen daarmee veel publiciteit. De hoogste rechter in de Oekraïne bepaalt dat Igor en Galina niet de Oekraïense nationaliteit bezitten. Ze worden teruggestuurd. Naar Nederland. Naar Amsterdam. Dat was immers de laatste bestemming in transit. Het verhaal wordt nog ongelooflijker. Nederland stuurt het echtpaar weer terug naar de Oekraïne. En de Oekraïne stuurt ze weer naar Amsterdam. Daar komt het stateloze echtpaar dat in de VS 3 huizen bezit op straat terecht. Bij het leger des Heils. En belandt uiteindelijk in een asielzoekerscentrum. Maar niet voor lang meer. De Raad van State heeft bepaald dat ze geen recht meer hebben op verblijf. Nederland blijft tot op de dag van vandaag volhouden dat ze naar de Oekraïne moeten. It's beyond my understanding. Every morning you wake up in hope that it was just a bad dream and you're home. But when you open your eyes and see that room, you understand it's real. It's not a dream. It's real. Galina is al 3 weken in hongerstaking. Er is geen tijd te verliezen. Binnenkort wordt ze de opvang uitgezet en dan komen ze op straat terecht. Al 4 jaar wachten Igor en Galina op een oplossing. In feite is er geen land dat hen wil hebben. Ik ga ze ophalen. How are you doing? No, I'm not good. I'm not good. What we're going to do now is that we're going to the dienst terugkeer en vertrek. And we're going to show them that you were illegally deported to the Ukraine. And demand that you'll be sent to the US. So it's very important to show them the fake documents. So yeah. Take them with you. It's already okay. With you. You're with you? Okay, take your other stuff and then we can go. Thank you. We zijn bij de dienst terugkeer en vertrek geweest. Maar daar werden we niet zo hartelijk ontvangen. En Igor en Galina al helemaal niet. Zij moesten buiten wachten. Pieter Hilderst. Dag, Rodermans. Ombudsman. Hallo, Pieter Hilderst. Hey. We zijn hier voor Igor en Galina Skrievski. Uh-huh. U wilde ons te woord staan, maar niet dat zij erbij zijn. Maar het lijkt me wel goed om te weten over wie het gaat. Dus misschien kunt u kijken, daar staan ze. Oké. Kunt u zeggen wat voor nationaliteit ze hebben? Ik denk dat ze niet de Oekraïnse nationaliteit hebben, nee. Dus ze hebben op dit moment niet de Oekraïnse nationaliteit? Dat denk ik niet, nee. Dus dan zijn ze stateloos? Dan zijn ze op dit moment stateloos, ja. Maar Amerika heeft zij laten uitreizen met deze papieren. Kunt u zeggen of deze papieren geldig zijn? Meneer, net zo min als ik en u, denk ik dat wij verstand hebben van documenten. Deze documenten zijn afgegeven door de Oekraïnse autoriteiten. Dus u moet bij de Oekraïnse autoriteiten navragen of deze documenten vals zijn of niet. Valt u er iets aan op? Zal ik u wat laten zien? Kijk, er staat geen handtekening bij. Er staat geen persoonsnummer bij. Ja, meneer, sorry. Er zijn mensen die heel erg veel verstand hebben van documenten. Ja. Maar dat ben ik niet en dat bent u ook niet volgens mij. Nee, maar dat is wel bijvoorbeeld de Koninklijke Marechaussee. We hebben de Koninklijke Marechaussee gebeld. Ik kan het u laten horen. Heel goed. Hallo, met Pieter Hilderst van de Ombudsman van de VARA. U had een concrete vraag. Even een nooddocument zonder handtekening en geen persoonsnummer. Is dat geldig? Dat is erg kort. Dat is nee. Die is niet geldig. Het maakt mij eerlijk gezegd niet zo heel veel uit. Het maakt u niet uit? Het maakt u niet uit dat er mensen met ongeldige papieren via Schiphol naar de Oekraïne worden uitgezet. Meneer, luister. Maakt u niet uit? Luister, u moet bij de Amerikanen zijn, niet bij mij. Want het verdrag over stateloosheid zegt dus dat het land waar ze residentie hebben, of waar ze hebben, dat die ze moeten opvangen. Nou, dat is waar ze het langst hebben gewoond, dat is de Verenigde Staten. Ja, maar meneer, dan gaat u toch nu naar de ambassade van Amerika en dan gaat u daar de vraag stellen. Hallo, Pieter Hilderst van de televisieprogramma The Ombudsman. Here are Igor and Galina. They were illegally deported from the US to the Ukraine, and I'm going to return them to sender to the US. One moment, I'll tell you. Hello. Please, sir. I want to return them to sender. These people were illegally deported.
Yeah. Hello. Hello. Hello, Peter Hilhorst. Hi, how are you? Dutch Hi. Television program, The Ombudsman. Hi. Hello. Hello. How are you? How can we help you? Yeah, we're making this television program about these two people. They were deported from the U.S. to the Ukraine illegally with fake documents. We can prove that. Okay. Every country says it's not our problem. So the Ukraine says it's not our problem. They're not Ukrainian citizens. The Dutch government says it's not our problem. So they have no right to stay here. We'll send them back, but we don't know where. The U.S. says it's not our problem. So every country says it's not our problem, and they're stuck here. Yeah. I cannot promise you anything. I could ask some questions on what the procedures are and that, maybe look into some background with the history of that. I cannot make you any promises, and I made myself clear on that. And now we're going to request everyone to leave, okay? All right. Does he have his ID back? Yes. Okay. All right. Have a nice day. Dan is daar plotseling de Amerikaanse ambassadeur. Could I ask something? Hello, I'm Peter Hilhorst from the Ombudsman Dutch television program. Could I ask them, these two people are illegally deported from the US. These two people are illegally deported from the US. Even wegwezen. Dank u wel. Statelozen hebben het recht om in een land te wonen waar ze geworteld zijn. En dat is in het geval van Igor en Galina de Verenigde Staten. En Nederland heeft dus de plicht om zijn bondgenoten erop te wijzen dat zij gewoon in de Verenigde Staten moeten kunnen blijven wonen. Nederland moet daarom zijn machtige bondgenoot oproepen dat ze terug kunnen naar de VS. Want we willen toch niet dat ze hier veroordeeld zijn om op straat te blijven wonen.